Kom bij de tienerpartij, een bruisende partij vol leuke ideeën om Oosterschuit nog leuker te maken voor jongeren. Ook wij doen mee aan de verkiezingen. Wij vragen andere partijen om onze goede ideeën over te nemen. En ook regels van de jongeren, 4 jaar, zijn wij 18 en mogen we ook mee stemmen. You won't remember, I'll be the one, you won't forget. Hallo meneer Vissers van de SP, ik ga u een paar ja-nee-vragen stellen. Vindt u het ook zo erg dat de kerken in de kerkdorpen gesloten worden? Ja. De voorleeswedstrijden voor de eerstejaars voorgezet onderwijs zijn wegbezuinigd. Die moeten terugkomen. Ja. Een koffieshop trekt nog meer drugsgebruikers uit de regio aan. Nee. Hoopt u ook dat koning Willem-Alexander Oosterhout eens bezoekt? Nee. De SP is ook na 19 maart een oppositiepartij. Ja. En dan nu de Oosterhout quiz. Wat weten onze lijsttrekkers eigenlijk van Oosterhout? Een bekende Oosterhouter stelt 1 vraag. Benieuwd wie dat vandaag is? Hij is voorlichter van de gemeente. En zijn taak is om Oosterhout zo positief mogelijk in het nieuws te brengen. Dat moet niet moeilijk zijn met zo'n stad. Nee. Meneer Frank Lambrechts, wat is uw Oosterhout quizvraag? Mijn Oosterhoutsquizvraag gaat over jullie, want jullie zijn bijna 15. En mijn vraag is, hoeveel 15-jarigen wonen er in Oosterhout? Om het makkelijk te maken geef ik 3 antwoorden. Eentje is zo goed. A. 312. B. 706. Of C. 1119. Ik ga gokken en ik gok op 312. Nou, dan wil ik nu wel het goede antwoord geven. Mag ik een gokje doen? Vooruit. Probeer maar. Wij denken B. 706. Geniaal. Geniaal, dat is het goede antwoord. Brieven voor Brit! Hoeveel zetels haalt de tienerpartij? Nou, ik denk zeker wel 10 zetels. Maar waar laten we dan al die zetels? Want zoveel ruimte hebben we toch niet? Lotte, Fem en Britt gaan een movecamp van Afro Junior Dance. Hoe kennen jullie elkaar? Ongeveer 3 jaar geleden hebben we
auditie gedaan voor een nieuwe wedstrijdgroep. En ja, we waren alle drie door, zeg maar. Dus ja, zo leerden we elkaar een beetje kennen. Toen kwamen we ook samen met drieën en dan natuurlijk ook nog anderen in een groep. En dan, ja, dat deden we ook een beetje kennen. Ja, ja, dat deden we. Doen we ook wedstrijden mee. En dan leer je elkaar wel steeds meer kennen. Ja. Hoe kwamen jullie op het idee om je in te schrijven voor Afro Junior Dance? Nou, het leek me, ja, ons eigenlijk wel erg leuk. Maar eerst zaten we wel een beetje te twijfelen. Ja, ook met wie? Zeg maar, want ja, best wel veel wilde eigenlijk. En ja, wij drie waren wel op zich wel goed bij elkaar, zeg maar. En ja, ook gewoon gezellig. Jullie zitten nu bij de beste 25 van Nederland. Wat gaat er gebeuren tijdens Movecamp? We krijgen workshops van de coaches. Ja, van choreografen. En ja, we weten het programma weten we niet echt. Maar nee, wat we precies gaan, doen, want dat hebben ze nog niet echt verteld en zo. En ja, het is gewoon als we door zijn, dan blijven we daar slapen. En dan De volgende dag weer om het dansen. Ja, de volgende dag weer. En dan moeten we optreden in het theater. En dan mag iedere finalist, zeg maar, mogen dan 10 mensen meenemen. En die mogen je dan aanmoedigen en zo met spandoeken. Ja, daar zijn ze dan wel druk aan het maken. Maar dus ja, we moeten wel. Ligt aan onszelf. Ja, we moeten wel. En wanneer zijn jullie dan op tv? 5 april. Ja, om 6:55. Ja, op Nederland 3. De politiek gebruikt veel te moeilijke woorden. Zo hebben ze daar geen vakantie, maar een reces. Nou, wij thuis hebben ook geen vakantie. Wij noemen dat recessie. De outflow is gesloten. U zegt dat er iets voor in de plaats moet komen. Wat dan? De outflow. Wij vinden dat de Outflow als gebouw een prima gebouw is voor jeugdactiviteiten. En wij willen heel graag dat dat daar blijft gebeuren. En als dat niet kan, dan zal er iets anders moeten komen voor jongeren waar ze een leuke dingen kunnen doen. En dat is er helemaal niet in Oosterhout. U wilt heel veel bezuinigingen, zoals op H19, bibliotheken, buurthuizen en sport, weer terugdraaien. Waar haalt u het geld vandaan? Dat geld, om te beginnen is dat geld er. Want Oosterhout houdt houdt ieder jaar een paar miljoen euro over. En dat is helemaal niet nodig, want we hoeven geen geld over te houden. Voor het overige willen wij wat minder ambities. Dus al die dure projecten die we doen, zoals het verbouwen van de veranden en het verbouwen van de bussel, dat mag allemaal wel een tandje minder. De gemeente wordt straks de baas over het jeugdbeleid. Als we uw programma goed lezen, wordt dat een drama? Ja, en dat ligt nog niet eens aan de gemeente zelf, maar dat ligt aan het Rijk. Want het Rijk geeft veel te weinig geld voor de jeugdzorg en de ABBZ, dat is de andere grote transitie. En de gemeentes moeten het maar zien op te lossen. Nou, daar gaan drama's uit voortvloeien. Okay. Wat vindt u van ons idee om in de nieuwe wijk de straatnamen te noemen naar allemaal jonge helden? Vind ik een heel leuk idee. Dat heb ik gezien in jullie programma. Michael Jacksonstraat en zo. Ik vind het een leuk idee. Okay. Vindt de SP ook dat er in Oosterhout een discotheek en bioscoop moet komen? Wij vinden het heel belangrijk dat Oosterhout een leuke stad is voor jonge mensen. En er is veel te weinig voor jonge mensen. Een discotheek en een bioscoop zou daar een hele goede aanvulling op zijn. Heel veel voorzieningen moeten volgens u naar de wijken. Over het centrum staat zelfs helemaal niets in uw verkiezingsprogramma. Maakt u van de stad Oosterhout zo niet 13 verschillende dorpen? Nee, ik vind het wel een terechte vraag. Maar wij vinden dat datgene wat er is in het centrum daar gewoon mag blijven. Dus de centrale bibliotheek, et cetera. Maar wij vinden het nog veel belangrijker dat er in de wijken ook faciliteiten zijn. Dus het is en-en. Tot onze verbazing lezen we dat u onze school, het VMBO, ook wil opsplitsen over alle wijken. Dat worden dan wel hele kleine schooltjes. Misschien wel. Misschien worden het wel kleine schooltjes, maar de vraag is of dat erg is. Wij denken dat, dat is in zijn algemeenheid, dat kleinschaligheid beter is dan grootschaligheid. Dus wij hebben liever, en als het om scholen gaat, we hebben liever 2 locaties van 200 leerlingen dan 1 van 400 leerlingen. Op onze school komen veel leerlingen uit de regio. Ruim 70 scholieren fietsen elke dag uit Dongen naar onze school. Zij vinden de afstand geen bezwaar. Waarom wilt u de school dan zo dicht bij het huis hebben? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met die voorzieningen in de wijk. Scholen, en dat zie je ook in de wijk Oosterheide, scholen dat zijn plekken waar mensen samenkomen.
En wij vinden dat het belangrijk is dat er genoeg gebeurt in de wijken. En dat mensen daar, dat er sociale samenhang komt, zoals dat heet. Dus dat mensen elkaar zien en ontmoeten en met elkaar praten.